We staan aan het begin van een nieuw rallyseizoen. Aanleiding voor Librado om even terug te blikken naar het voorbije kampioenschap van België. Winnaar was Patrick Snijers, voor Robert Roogmans tweede en Guy Kolsoel die derde eindigde. Sterke kanshebber om volgend jaar de titel in de wacht te slepen is dus Robert Roogmans. Alhoewel hij bij rallyliefhebbers vooral gekend staat als de eeuwige tweede. Even een kort portret. Ja, de eeuwige tweede is in feite wel zo. We hebben al een paar jaar achter elkaar de laatste proeven in feite die het beslissend waren. En dan kwam eigenlijk de pech die we in het begin van het seizoen hadden. Maar ik denk voor dit jaar dat we echter volgens mij een zeer goed seizoen hebben. Robert Roogmans, tweede dus in het rallykampioenschap van België. Een goed resultaat, vooral wanneer we rekening houden met het feit dat Robert dit jaar gestart is met een volledig nieuwe monteursploeg en met een andere wagen. Veel bij een rally hangt immers af van de coördinatie tussen piloot en mechaniciens en van het vertrouwen van de piloot in de wagen. Tijdens het afgelopen seizoen was er voor Roogmans dus stof genoeg om even te wennen aan een nieuwe situatie. Gelukkig heeft hij beroemde voorgangers als leermeester. Ik heb ooit van iemand geleerd, en dat was dus Gilbert Stapelaere, die heeft tegen mij gezegd, Robert jongen, de kortste weg van de start naar de finish, dat is de rechte lijn. En ik heb proberen dat te doen. De rechte weg volgen in de rallysport is heel belangrijk, wil de piloot weinig tijd en punten verliezen. Hij moet dus nauwgezet de instructies van de co-piloot volgen. In het geval van Roogmans is dat Ronnie Joosten. Een en ander heeft tot gevolg dat de wedstrijd minder spectaculair wordt. Spectaculair rijden is voor het publiek het mooiste wat er is. Want ik denk dat de mensen daarvoor komen. Maar het is zo dat men op zeker een ogenblik met twee identiek dezelfde wagens keihard moet knokken tegen elkaar. Dus men kan zich niet meer permitteren om dwars door bochten uit te vliegen. Het is opvallend dat Roogmans de afgelopen jaren minder spektakel verkoopt. Begrijpelijk eigenlijk, want hoe aantrekkelijk het ook is voor de toeschouwers, spektakel kost de piloot niet alleen tijd, maar ook een hoop geld voor herstellingen aan de wagen. Sensatie dus dan vroeger, maar daardoor wel een betere puntenstand in het eindklassement. Roogmans kon dit jaar enkele klinkende overwinningen op zijn naam schrijven, zoals de Rally van de Condros, de Bianchi Rally en de Rally van Haspengouw. Wat verwacht hij nu voor 1985? Ik verwacht voor volgend seizoen een mooi seizoen. Er zijn mooie wagens aan de start. Ik denk dat het het topjaar gaat worden voor de Belgische rallysport.